Big History. Ja, de vraag is: uh, wanneer moeten we beginnen? Sommigen vinden, ja, die wat heb je daar nou aan, die Big Bang. En dan dat, dat hele universum met dat allemaal groeit en zo, dat, dat is niet zo handig. Kunnen we niet toch eigenlijk zo'n beetje beginnen? Nou ja, ook niet tegen de tijd dat het leven op aarde ontstaat. Hoe lang is dat geleden? Zo'n 3,5 miljard jaar. Eenzelligen, aanvankelijk. Uh, uh, cellen zonder, zonder celkern, uh, nacellen met celkern, maar daar willen, dat willen de meeste historici eigenlijk ook niks van weten. Dat vinden ze eigenlijk ook helemaal niks. Uh, de historici zijn altijd geneigd om dan toch maar te beginnen met Homo sapiens. En ja, hoe oud is Homo sapiens? Zo'n zo, ergens tussen de 100 en de 200.000 jaar oud. Niks, dat is een. Hey, dat is een een flits in de eeuwigheid. En wat is, wat is 200.000 jaar op de tijdschaal van het universum? Nou ik helemaal niks. En zelfs dat vinden ze vaak. Want omdat Homo sapiens in het begin. is niet helemaal duidelijk wat Homo sapiens uitspookte daar in Oost-Afrika. Maar dus wat wij, hè, wij. wij beginnen Homo sapiens te herkennen. zo'n 50.000 jaar geleden. Wanneer die, wanneer die plotseling blijk geeft van, van die verbijsterende creativiteit. En vernietigingsdrang, laten we dat even niet vergeten, die zo karakteristiek is voor homo sapiens. En omdat wij ook maar een uurtje hebben, waarvan al de helft voorbij is, voordat ik zelfs maar iets verteld heb, eh, <laughs> lijkt het mij verstandig, hoe we, ik ben zelf een voorstander daarvan, om bij de Big Bang te beginnen. Eh, omdat dat ook, ook de student, eh, de meeste van die cursussen over Big History, dames en heren, zijn voor eerste en tweede jaar studenten om hun, algemene ontwikkeling een beetje op te kalafateren. Want u weet dat het volstrekt onzeker is wat de betrokkenen tegenwoordig op de middelbare scholen hebben geleerd. Dus ik vind het wel nuttig om met die Big Bang te beginnen. Om bijvoorbeeld uit te leggen dat een zonnestelsel als het onze eigenlijk past tot de mogelijkheden hoort na zo'n 10 miljard jaar uni uh, universum evolutie, om het maar zo te zeggen. Ons uh, zonnestelsel bevat relatief een uh, zeer grote hoeveelheid zware elementen. En in het vroege universum waren die grotendeels afwezig. Er zijn alleen de lichtste elementen waren daar, waren daar aanwezig. En je hebt een hele stellaire evolutie nodig om die zwaardere elementen te creëren. En wij zouden hier niet zo zitten als die zwaardere elementen niet zouden bestaan. Want u weet dat de mens voor een belangrijk gedeelte uit, wat, uit de zwaardere elementen... Ja, dat is niet de, niet de oorzaak van, de, van het feit dat we allemaal zoveel zwaarder worden, maar... Eh, dat heeft andere oorzaken. Dus ik ben er niet tegen om daar te beginnen. Ik vind het ook wel nuttig om te laten zien hoe het, hoe het, het leven op aarde zich uh, heeft, uh, hoe dat geëvolueerd is. Al weten we vooral eigenlijk weinig van het allereerste begin. Want eerst is er dus niks en dan plotseling zijn er eencellen die zichzelf kunnen vermenigvuldigen en dat vermenigvuldigen ging met behulp van hetzelfde complexe uh, molecuul wat wij daarvoor gebruiken, namelijk uh, met DNA. En de vraag is eigenlijk hoe we aan dat DNA zijn gekomen. Dat, dat is namelijk zo complex dat je je afvraagt hoe, hoe is dat precies tot stand gekomen. Nou hebben die eencellige, hebben hele zonderlinge eigenschappen. Uh, uh, in die zin dat ze heel gemakkelijk hun genetisch materiaal aan elkaar kunnen uitlenen. Of stukken daarvan wederzijds kunnen gebruiken. Dat, he, stel, je moet je voorstellen dat wij bijvoorbeeld ons genetisch materiaal moeiteloos met een giraf zouden kunnen uitwisselen. Huh? Overigens, als wij zouden worden bezocht door die, door die buitenaardse wezens die toch even komen kijken. Dan zouden, en ze zouden een beetje statistisch georiënteerd zijn. dan zouden ze eigenlijk in ons niet zo bijster geïnteresseerd zijn. Hè, in ons mensen. Want ja, wat heb je nou aan mensen op deze planeet? Zo'n ruim 6 miljard. He, als u weet dat, dat het aantal eencelligen wat wij met ons meedragen, he, wat in feite met ons lichaam een symbiotisch systeem vormt, dat dat he, al in de miljarden loopt. He, dan is de biomassa die door eencelligen wordt gevormd, die is oneindig veel groter dan de biomassa die door mensen wordt gevormd. Even zo goed is de biomassa van insecten, geleedpotigen, ook weer veel groter. Ik geloof zevenmaal zo groot dan de biomassa die wij. Mensen allemaal met elkaar vormen. Hè? Zelfs het dikker worden van de Amerikanen heeft daar nog niet veel verschil in eh, gemaakt. Ja, en het is ook wel duidelijk dat die, dat die eencelligen, die, die bacteriën, dat die ons ruimschoots gaan overleven. aangezien zij zich zoveel makkelijker aanpassen aan veranderende omstandigheden dan eh, wij dat doen. Nou zijn wij ook nog intelligent, dus dat komt er dan wel bij, maar. Tegelijkertijd zijn we zo intelligent dat we ook misschien onze eigen ernstige bedreiging vormen. Dus hoe die, hoe, dat, hoe die twee zaken elkaar in evenwicht zullen houden in de toekomst, dat durf ik eigenlijk niet met zekerheid te zeggen. Dus om al die reden vind ik het zelf eigenlijk wel aardig om, eh, om de zaak bij de Big Bang te laten beginnen en de studenten uit te leggen hoe niet waar die 13,7 miljard jaar zijn verlopen eh, voor zo'n beetje voordat wij op het toneel verschenen. Maar goed, voor vanavond sla ik het allemaal over. Die mens die verschijnt uh, zo tussen de 100 en de 200.000 jaar geleden in Oost-Afrika. Uh, daar zijn die hominoïden al veel eerder verschenen, zo'n 25 miljoen jaar geleden ongeveer. U uh, weet, wij, wij lijken op, op, op frappante wijze lijken wij uh, op de mensapen. En als u, niet, uh, als u niet door bijbellezing bent verblind, dan. Uh, Zult u als u ooit de menschap hebt gezien, dan zult u wel hebben opgemerkt dat er opmerkelijke overeenkomsten zijn. Ze zijn ook vaak verbazend handig in allerlei dingen. Ze kunnen allerlei dingen goed leren. Hoewel allerlei andere dieren ook enorm veel kunnen leren: hè, raven en, en je hebt allerlei beesten die verbazingwekkend intelligent blijken te zijn als je ze maar op de juiste wijze stimuleert en, en aanpakt. En ik moet u zeggen, bij al die, want u weet, het DNA van de chimpansee is voor 98,4% identiek aan het onze. En als je dat leest, dan denk je eigenlijk niet, althans ik niet bij mijzelf, van god, dat is, dat is eigenlijk vrijwel hetzelfde. Nee, je denkt toch vooral bij jezelf, hoe komt het dat we hier in het publiek niet voor de helft chimpansees hebben zitten? He? Als, het, als de overeenkomst zo verbazend groot zou zijn. Wat eigenlijk het meeste frappeert, is dat die 1,6% van de genetische informatie ervoor zorgt dat u nog nooit een chimpansee gelekker heeft zitten meezien zwingen met een Beatles liedje, om maar eens een praktisch voorbeeld te geven. He, of dat u verbaasd zou zijn als u op de grote weg gepasseerd zou worden door een Mercedes met een chimpansee achter het stuur. He, die dan ook nog tegen u deed, oepel de poepie. Dat zou u gek vinden. Het verschil is eigenlijk veel frappanter. Dan de overeenkomst. En dat is een van de meest onverklaarde zaken. Hoe komt het dat dat genetisch materiaal. dat zich dat in, in de afgelopen paar miljoen jaar. Dat, want zes miljoen jaar geleden hadden we nog een gemeenschappelijke voorouder. hoe komt het dat dit in die zes miljoen jaar zo sterk veranderd is? Ik zou u ook uit kunnen leggen dat u zich niet moet verkijken op die 1,6% van het genetisch materiaal. Maar dat zou ons te ver voeren. Dat is ook eigenlijk veel te ingewikkeld. Dus dat gaan we nou niet doen. Maar dan kunt u best eens een leuk boek over lezen. Want het is allemaal enorm interessant. Want de vraag is: waarom hebben onze hersenen zo'n spectaculaire evolutionair proces doorgemaakt? Waarom zijn we natuurlijk op onze achterpoten gaan lopen? Ja, het is waar, dat doen sommige primaten ook wel, gibbons en bonobo's, maar, maar toch niet op de wijze waarop, waarop wij dat doen. En dan zou, bent u natuurlijk geneigd om te zeggen, ja, die hersens zullen zich wel ontwikkeld hebben vanwege de spraak die, die wij geleidelijk aan ons eigen hebben gemaakt. Maar dat is een hele dubieuze mededeling. Want de Neanderthalers, die net zoveel hersens hadden als wij, ze hadden iets meer een iets beniger hoofd, zal ik nou maar zeggen. Ze hadden wat zwaardere skelet, maar voor de rest hadden ze evenveel hersens erbij. Uit hun, hun anatomische constructie blijkt dat ze niet of nauwelijks hebben kunnen praten. Dus dat is toch een hele zonderlinge zaak. Waar ligt het dan aan? Laat we eerlijk zijn, dat weten we helemaal niet. Hè? Want u weet, in Oost-Afrika worden voortdurend allerlei premenselijke restanten opgegraven. En die archeologen beweren dan altijd, als ze weer zo'n botje hebben gevonden, of een schedeldakje, of whatever, zeggen ze altijd: dit is de missing link. Nu weten we, hè, dit is onze verre voorouder. En... Maar in feite weten we geen bal van, van dat evolutionaire proces, wat zich in die paar miljoen jaar voordat Homo sapiens verscheen heeft voltrokken. En we moeten er nog bij zeggen. Dat Homo sapiens in feite eh, alle andere op de achterbenen lopende primaten. Eh, nou ja, zodanige concurrentie heeft aangedaan dat ze verdwenen zijn of ze heeft uitgeroeid. Dat weten we eigenlijk ook niet precies. Hè. De laatste Neandertalers, dat is zo'n 20.000 jaar geleden. die moeten Europa met onze eigen voorouders wel hebben gedeeld, maar. Uh, ja, ze hebben het loodje gelegd. Dat is alles wat, er we er, uh, wat we ervan zeggen kunnen. Is er sprake van genetische uitwisseling tussen. Nee, Neandertalers en, en wij verschillen zodanig. Uh, als, als we naar de genetische structuur kijken. dat het duidelijk is dat we niet, uh, niet onmiddellijk geen directe verwanten zijn. En dat valt vooral op natuurlijk als u weet dat. Uh, alle mensen die op dit moment op de planeet leven. genetisch sterk verwant zijn met elkaar. Waaruit blijkt dat wij. In feite A, niet bijster oud zijn genetisch en B, dat de oorspronkelijke populatie dat die betrekkelijk klein is geweest. Want wij kunnen allemaal met alle mannen, CQ vrouwen op de wereld, kunnen wij nageslacht produceren. Het gekke is dat gorilla groepen die op enkele kilometers van elkaar in het oerwoud wonen genetisch meer van elkaar verschillen dan alle mensen op deze planeet van elkaar verschillen. Terwijl het natuurlijk wel duidelijk is dat er wel enige genetische verschillen zijn, want die zijn er wel. Maar die zijn dus in feite eigenlijk van vrij ondergeschikte aard. Ja, u denkt dat iemand die zwart is, dat dat een heel verschil is. Maar genetisch stelt dat dan maar een reet voor. Uh, Ik zei het u al ongeveer 50.000 jaar geleden begint uh, Homo sapiens met zijn, uh, met zijn creatieve uh, uh, activiteiten. En, en het is wel duidelijk dat ze Homo sapiens. misschien ook wel wel daarvoor, maar dan hebben we er dus geen bewijsmateriaal voor. Maar dat Homo sapiens altijd zo'n beetje. U zou ze, als er eentje binnen zou komen he, van, van die Oost-Afrikaanse -Oost savannen, zou hij wel even verbaasd om zich heen kijken. Dat denk ik wel. Hannibal Rising en zo, dat zou hij wel raar vinden. Maar hij zou zich waarschijnlijk vrij makkelijk kunnen, kunnen aanpassen. In de zin dat hij, wat, wat is Homo sapiens? Homo sapiens is een verhalenverteller, een, een muziek. Producent en, en, en hij heeft het altijd dolletjes gevonden om tekeningetjes te maken. Om, om... Nou ja, dat, dat hele complex van, van creativiteit is er blijkbaar altijd geweest. Want vanaf, de, nou, vanaf ongeveer 50.000 jaar geleden hebben we allerlei. Homo sapiens was een versierder. De Neandertalers hadden wel allerlei spullen, maar die versierden ze niet. Daar zagen ze het nut niet van in. Ja, je ziet dat er misschien toch nog bij sommige mensen. Wel nog wat klein beetje genetisch materiaal van de Neandertalen doorheen loopt. Maar daar wil ik nou niet te veel aandacht aan besteden. Homo sapiens is een versierer. Zodra hij een pijl heeft. of een speer. of een schild. of wat het ook maar is. dan gaat hij er dus tekeningetjes op maken. geometrische patronen. kerfjes. van alles en nog wat. Er is nauwelijks materiaal gevonden van Homo sapiens. wat op niet op een of andere manier. Uh, nou ja, dat wel lollig uitziet eigenlijk. Al zou u natuurlijk kunnen zeggen, ja, dat is maar ook een cirkelredenering. Hè? Want jij, jij bent er ook zo één, dus jij vindt het allemaal wel leuk. Hè? Terwijl die enorm leuke dansjes van het stekelbaasje, daar vind je niks aan. Hè? Ja, hoe komt dat omdat je geen stekelbaasje bent? Terwijl ik dat toch zou ontkennen, want ik uh, kijk naar die BBC-serie, die dieren doen ook allerlei enorm amusante dingen, maar... Op een wat andere, dat, daar zit toch een veel meer instinctmatig gedrag in dan er bij ons in al die uh, versieringen en toestanden zit. Goed, homo sapiens ontstaat dus op die Oost-Afrikaanse savannen. Dat, dat savanneleven was harder dan het leven in het oerwoud. He, dus de, de bonobo's en de chimpansees en, en Bokito dus ook, die zijn in het oerwoud gebleven. En dat is op de lange termijn geen verstandige strategie gebleken. He. Het is niet uitgesloten dat wij in de goedheid van ons Homo sapiens hart de andere primaten in leven houden in de komende eeuw. Maar dan moet u zich dat toch voorstellen in dierentuinen. De kans dat ze in het wild zullen overleven in de komende eeuw is, is gelijk aan nul. En dat betekent natuurlijk dat hun overlevingsstrategie uiteindelijk niet een verstandige is geweest. Waarmee ik overigens geen enkele claim doe ten aanzien van onze overlevingsstrategie. Want ja. De omstandigheden kunnen plotseling veranderen en dan kan blijken dat de onze misschien ook niet zo bijzonder verstandig is geweest. Maar daar kan ik nu op dit moment uh, niets over zeggen. Uh, wij lijken in sommige opzichten ook, denk ik wel eens bij mijzelf, meer op bavianen dan op chimpansees. Nou kunnen chimpansees vrij onaangenaam zijn, ook tussen verschillende groepen en zo. Maar die gorilla's, dat zijn eigenlijk betrekkelijk goedaardige lobbessen. Ja, bavianen vertonen die, die, die groepsgewijze georganiseerde agressie die, die, denk ik, karakteristieker is geweest voor die kleine uh, uh, jachtgemeenschappen van Homo sapiens dan dat oerwoudgedrag van, uh, van die andere primaten. Ik zwijg nog maar van de orang wat helemaal een, ja, een door en door sympathiek, maar wat traag opererend dier is, wat het uh, denk ik ook niet gaat redden. Uh, het interessante is dat die, uh, heel anders dan de Bavianen, hoewel ik dat helemaal niet zeker weet nu ik het ga zeggen, uh, dat de mens Afrika verlaten heeft. Dat we zeggen, een hey, heleboel mensen zijn in Afrika gebleven. Je kunt ook zien dat we daar zijn ontstaan. Want de grootste genetische verschillen tussen mensen, die doen zich allemaal in Afrika voor. Hè, dus er is een betrekkelijk kleine groep vertrokken in andere richtingen. Die hebben in een relatief hoog tempo eigenlijk de hele. Uh, aardbol, met uitzondering natuurlijk van Antarctica, weten te uh, koloniseren. Dat had uh, diverse voordelen, met name in de wat minder warme gebieden, want wij raakten allerlei tropische parasieten kwijt. Uh, er was uh, jacht, uh, wild uh, bij de vleet uh, was er. Uh, na ongeveer, ongeveer 40.000 jaar geleden bereikte Homo sapiens uh, Australië, Nieuw-Guinea, Australië en ook Tasmanië. En zo'n uh, 12.000, 13.000 jaar geleden uh, bereikte Homo sapiens via de Beringstraat Noord- en Zuid-Amerika. Dus toen hadden we zo'n beetje de hele wereld hadden we, uh, bevolkt, zei het natuurlijk in beduidend kleinere aantallen dan nu het geval is. Hè, de explosie van Homo sapiens is trouwens een zeer recent verschijnsel. Als u zich realiseert dat uh, de hele wereldbevolking aan mensen in 1900. Uh, uh, aanzienlijk minder dan 2 miljard was en dat het er nu over de 6 miljard zijn dat wat we ook doen we groeien nog door tot ongeveer 11 miljard dan zal ik daar gelukkig niet bij zijn en daarna zal het waarschijnlijk gaan dalen maar dat moeten we nog maar even afwachten trend demografische trends uh, kunnen alle kanten op in principe op elk denkbaar al die mensen waar ik het over heb gehad dat waren zonder uitzondering jagers en verzamelaars dat wil zeggen die die uh, die vormden betrekkelijk kleine groepen. Want u kunt zich wel voorstellen dat je als groep van jagers en verzamelaars. niet met 50.000 man kunt rondtrekken. Daar hoef je niet zo'n groot denken voor te zijn om te begrijpen. dat het natuurlijke wijze kleine groepen waren. die eh, wel natuurlijk een voortreffelijke jachtuitrusting hadden. en goed konden overleven. maar die ook niet al te veel spullen met zich mee konden nemen. He, je, kon niet, uh, je kon niet een kleurentelevisie bij je hebben, he, zodat je elke avond naar Pauw en Witteman kon kijken. Na het schieten van de olifant, Ja, of ze dat ook leuk zouden hebben gevonden. weet ik ook niet helemaal zeker, eerlijk gezegd. Ja, dus dat was, dat was allemaal vrij beperkt. Als u nou denkt dat het bestaan van de jagers en verzamelaars. Dat het een vrij schrale aangelegenheid was. een vrij risicovol leven. Nou, het was risicovoller dan uw leven is. Zoveel is wel zeker. Maar. Uit alles wat we van de jagers en verzamelaars gevonden hebben, met name natuurlijk skeletten, blijkt dat ze een heel gezond leven leiden. Ze waren minstens even groot als wij. Ze hadden goed ontwikkelde skeletten, er was helemaal niks mis mee. Kortom, ze hadden goed te eten en, en de levensrisico's waren relatief beperkt. En als je dat vergelijkt met landbouwers, dan zult u zien dat de landbouwers eigenlijk eh, er skelettechnisch beduidend beroerder aan toe waren dan de jagers-verzamelaars. De jagersverzamelaars hebben ook waarschijnlijk niet zo heel erg hard hoeven te werken. He, dus ze we gingen een beetje, ja, u, u kunt het misschien het beste vergelijken met zo'n leeuwentroep, he, Die heeft u allemaal wel eens op televisie gezien. Die liggen feitelijk de hele dag te pitten. Met name de mannetjes, die doen helemaal niks anders dan pitten. Meestal met de poten zo omhoog. Uh, ja, als u denkt dat waar uw huiskat het vandaan heeft, nou, dan weet u dat tenminste. En af en toe zeggen die, doen die mannetjes alleen even hun ogen open om dan te, tegen die vrouwtjes te zeggen van ga eens vlug een zebra vangen. En dat, dat is eigenlijk zo'n beetje, maar ik geloof dat ze 80% van de tijd eigenlijk niks doen. En waarschijnlijk is dat voor de jagersverzamelaars ook het geval geweest. Het waren intelligente lui. Ze hadden een hypermoderne voor die tijd jachtuitrusting. Er waren beesten zat. Sterker nog, die jagersverzamelaars hebben aanzienlijke ecologische effecten gehad. He, tal van... Grote en betrekkelijk trage soorten zijn verdwenen. zodra de mens ter plekke verscheen. om ze van het leven te beroven en op te eten. Dus u moet met de jagers en verzamelaars eigenlijk geen, geen meelij hebben. Ik weet ook niet of, of, ja, of, of zouden de genetische impulsen zitten er nog wel, wel een beetje in zitten. Hoewel de moderne jagers, daar heb je het gevoel. Ja, dat dat weer heel andere genetische factoren zijn. Die de betrokkenen ertoe brengen om in zonderlinge groene jassen met geweren de natuur in te trekken, om daar doodzielige konijnen neer te knallen. Hm? Die niks terug kunnen doen. Komt er nog bij. Ik zou er geen bezwaar tegen hebben als de Nederlandse Jagersvereniging, dat die stipuleerde de afgelopen drie met die geweren, en, en weer terug met speren, pijlen, bogen en zo, dan zou ik het wel zeggen. Nou, alleen, dat, dat kan ik maar eens. Ook die wonderlijke idee dat ze de natuur moeten reguleren. Eerst hebben ze de natuur zodanig naar de verdommenis geholpen, hè, dat ze hem daarna moeten reguleren. Daar moet u natuurlijk geen, moet u geen we kunnen zo wat wolven uitzetten. Hè. Dat zou ook de natuurwandeling een stuk spannender maken. Hè. Ja, af en toe wordt er dan iemand door een wolf opgegeten, maar dat geeft juist een kick als je op zondag naar de Hoge Veluwe gaat. Hè. Ja, als je mensen zo gek kunt krijgen om de bungee-jumpen, zie ik ook niet waarom je geen wolf op de Hoge Veluwe zou kunnen loslaten. Hè? Ik ben ervan overtuigd dat het een, een enorm kassucces zou worden. GELACH zeker, zeker. Toch hebben zich in de menselijke geschiedenis twee ingrijpende revoluties voorgedaan... We zijn namelijk grotendeels niet helemaal, ik zal er zo nog kort iets over zeggen. Zijn we opgehouden met het jagen en verzamelen? En, en we zijn door die twee revoluties heen gemarcheerd. En de eerste revolutie was de agrarische revolutie, ook wel de Neolithische revolutie genoemd. En de tweede revolutie is feitelijk van zeer recente datum, althans historisch gezien. En dat is de industriële revolutie. En eigenlijk betreft het in die twee revoluties, vergeleken met het bestaan van de jagers en verzamelaars. Is men op een hogere trap gekomen van het benutten van de zonne-energie? Ja, die planeet, alles wat zich op deze planeet afspeelt, is afhankelijk van de energie die de zon naar de planeet toestraalt. He? Ook dat konijn, wat de jagers en verzamelaars dan vingen en, en opaten en zo, dat leeft van gras en het gras groeit. He, ik hoef u dat eigenlijk niet uit te leggen, maar voor het gemaakt doe ik het toch maar even. En nu kun je dat op een wat hoger niveau brengen, doordat je dus die, die, die fase van het konijn, die sla je eigenlijk over. En je besluit om zodanige eh, planten aan te planten, dat die eh, allerlei vruchten opleveren waar je eh, ook van kunt leven. Eh, eventueel gecombineerd met het temmen van bepaalde dieren, die je dan dus niet meer met pijl en boog achterna hoeft te zitten in het bos. Hè, maar die je gewoon uit de stal leidt en dan op geniepige wijze plotseling de strot doorsnijdt. Ja, dat, dat ik dat zo formuleer, dames en heren, dat geeft al aan dat ik dat zelf nooit heb hoeven te doen, natuurlijk. Want vroeger was dat de normaalste zaak, het slachten van een vark, varken was de normaalste zaak van de wereld. Maar wij, wij doen net alsof dat, alsof dat niet zo is. U heeft misschien wel een stukje varkensvlees gegeten vanavond, maar als een van de gezinsleden dan zegt: van, Heb je er wel aan gedacht dat dat een stukje is van een varken? Wat misschien nog drie weken geleden heel gelukkig, eh, waar, waar die varkens dan ook maar wonen, in zo'n varkensvlet wonen. Hè? Nee, dan, word je, dan maak je jezelf niet populair in het gezin. Hè? <laughs> wij, wij, ook alle onderdelen van de dieren die nog herinneren aan hun dierlijk bestaan, die, die, daar willen wij niks mee te maken hebben. Hè? Dus de tong bijvoorbeeld, dat tong was vroeger een heel populair gerecht. Nou, daar moet je tegenwoordig bij kinderen mee aankomen. Hè? Want ja, ja, het lijkt daar sprekend op. Het is niet anders. Hè? Dus dat willen ze niet. Orgaanvlees, dat willen ze ook niet. Dat is allemaal, het moet een keurig vierkant lapje zijn. En ik begreep dat de wetenschap er keihard aan werkt om in feite van, van een, een, een simpele cellenbasis gewoon biefstukken te kunnen kweken. Het is gewoon op knop drukken: dit worden biefstukken, dit worden nou, van alles en nog wat. Dan zijn we van dat gedonderjaagd Hoe zijn we aan die agrarische revolutie gekomen? Dat is, heeft zich ongeveer 11.500 jaar geleden heeft zich dat voltrokken. De eerste plek waar zich dat heeft voltrokken was Zuidoost-Turkije. Als u nog wel eens van die filmpjes ziet vanwege het Koerdische probleem, dan ziet u nog wel eens van die dorpen in Zuidoost-Turkije. Ik kan u verzekeren, die zien er feitelijk precies zo uit als ze er 11.000 jaar geleden uitzagen. Daar is ook aan het leven van die mensen daar. Niets fundamenteels uh, veranderd sinds die tijd. En waarom nu daar? Dat is een interessante vraag natuurlijk. Omdat daar, en we hebben het dan eigenlijk over die hele vruchtbare halve maan. Dat is een gebied, wat laten we zeggen, hè, het dal van de Uifraat en het Tigris. En dan buigt het omhoog, half rond. En komt het dus door Zuidoost-Turkije, en dan zeg maar Syrië, en dan een eindje Israël in. Als je die gebieden nu ziet, hou je het nauwelijks voor mogelijk. Maar ik las bij Jared Diamond... Dat als je er een beetje verstand van hebt, kun je in, in uh, Turkije nog steeds in, in een paar dagen voldoende zaden van wilde tarwe en wilde gerst verzamelen om je een hele tijd in leven te houden. Dus zo veranderd is de toestand kennelijk nou ook weer niet. En nu wil het geval dat in die vruchtbare halve maan een, enorme aantal, een enorm aantal planten en dieren voorkwam, wat gemakkelijk te domesticeren viel. En waarschijnlijk is die domesticatie, of liever dat begin van het agrarische bestaan, een betrekkelijk toevallige aangelegenheid geweest. En waren het rondtrekkende jagers-verzamelaars die op die plek terecht kwamen, zodanig gefrappeerd werden door de rijkdom die de natuur daar aanbood, dat ze daar tijdelijk sedentair zijn geworden. En dat is de mop van de landbouw. Als je eenmaal in die valkuil bent gevallen, kom je er nooit meer uit. Dan is je bevolking die hebben. Je kunt namelijk als je de landbouw bedrijft op hetzelfde areaal 10 tot 100 maal zoveel mensen in leven houden als wanneer je jagers of verzamelaars bent. Dus die bevolking, als je eenmaal sedentair bent, die gaat, zich, die gaat sterk zich uitbreiden. En dan zit je met de pier. Of je moet een heel aanzienlijk deel van die bevolking weer om het leven brengen om weer op, op weg te gaan. Of je moet ter plekke blijven, nou, dat is de valkuil van de landbouw. En het interessante is dat eh, de domesticatie van dieren. Moet u denken aan geiten en, en aan, aan schapen. En hè, die geiten dat, die lijken ook nog wel een beetje op normale dieren. Die kunnen je ook wel zo intelligent balsturig aankijken. Maar u weet, bij schapen hebben wij een genetisch wonder verricht. Eh, daar is het hele brein weggeëvolueerd. Ja, dat is heel tragisch natuurlijk eigenlijk. Hè. Elke, rebellie is daar, elke rebellie is daar uit. Je hoopt altijd dat er nog eens een schaap zal zijn, wat, wat zo'n zo killer sheep van, van uh, Monty Python. Dat was goed gevonden omdat het zo'n contrast creëert tussen het modale schaap, zal ik dan zeggen. En ja, wat wij hopen dat toch nog ergens in de ziel van het schaap uh, aanwezig is. Hè. Schapen zijn uh, onbeschrijfelijke sukkels. Ja, die lammetjes gaat het nog wel. Hè? Die, die hebben nog wel iets jumperigs over zich, maar dan op een goed moment dan gaat het eh, eh, grondig mis en dan komt de tech nooit meer goed. Want is het is eigenlijk een zegen voor de lammetjes dat wij ze voordat het zover is <laughs> in lamscoteletjes veranderen. Het feit dat er zo'n enorm aanbod was in, in dat gebied van domesticeerbare planten en dieren, dat heeft heel verstrekkende consequenties gehad. Dat is eigenlijk de hele theorie van het boek van Jared Diamond, is dat dat zeer ruime aanbod, dat dat eigenlijk de mensen die leefden in Eurazië een soort voorsprong heeft gegeven, een technologische voorsprong zou je kunnen zeggen in dit geval, die Eurazië eigenlijk nooit meer heeft prijsgegeven. En een van de redenen van die technologische voorsprong is ook dat we van al die dieren die wij gedomesticeerd hebben. daar hebben we allemaal enge ziektes van gekregen. Dus het, het griep, de griep komt van de kip, en ik geloof de bof van het kameel. En, en nou, TBC komt van de koeien. Ik weet nou even niet wat we van schapen hebben gekregen. Dat is waarschijnlijk de slaapziekte die zoveel pubers wel bevangt als ze op school zijn. Al die ziektes hebben we van die dieren gekregen. Maar omdat dat enorm lang geleden is, zijn, zijn we als het ware geleidelijk aan gewend aan die ziektekiemen. Wij gaan er niet aan dood. Maar het probleem was natuurlijk, zou blijken, zo'n 10.000 jaar later, dat er andere mensen in deze wereld waren. die helemaal niet gewend waren aan die specifieke ziektekiemen. En die zijn er zoals we zullen zien. Ja, het zal iets langer duren dan aangekondigd. Eh, dat zult u wel begrijpen, want ik heb nu nog 10.000 jaar te behandelen. Eh, maar ja, we gaan het een beetje tempo maken. Eh, ja, die mensen waren niet bestand tegen die ziektekiemen. Dat heeft de meest dramatische demografische effecten gehad. Dat zullen we later zien in met name eh, Noord- en Zuid-Amerika, waar. Bij kennismaking met de Europeanen, tussen de 50 en de 90 procent van de hele populatie het loodje heeft gelegd, vaak als gevolg van, van simpele griep en de bof en, 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 en dat soort van zaken, waar. Wij wel last van hebben, maar waar wij in principe niet uh, dood zijn. Dat Eurazië heeft volgens Diamond nog een ander voordeel. Hè, dat is het enige continent wat in de lengte over de planeet gedrapeerd is. Terwijl als u kijkt naar Afrika of naar Amerika, dan ziet u dat dat uh, 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 verticaal over de planeet is, is gedrapeerd. En dat betekent dat als je. Een plant of een, een, met name planten domesticeert op een bepaalde plek in Eurasie, dan kan zich dat over dat hele continent verspreiden. Terwijl als je dat in Latijns-Amerika doet, hè, dan planten zijn planten zeer gevoelig voor de hoeveelheid zonnestraling en de hoogte van de zon en van alles en nog wat. Hè, dus dat betekent dat je die planten steeds moet aanpassen aan de relatief snel veranderende uh, omstandigheden waar ze, waar ze in groeien. En het bleek ook dat er in Latijns-Amerika eigenlijk veel minder geschikte. Domesticeerbare planten en dieren waren. Als je ziet waar die indianen tenslotte de maïs uitgekweekt hebben, dat is werkelijk een wonder. Ik zwijg nog van de banaan. De oorspronkelijke banaan, dat ze daar überhaupt een banaan in gezien hebben, dat is een. Dat hebben ze ook waarschijnlijk niet, maar dat ze eraan begonnen zijn, is een wereldwonder. En als u denkt aan de dierenwereld van Noord- en Zuid-Amerika, dan zult u zien dat die ook eigenlijk heel weinig domesticeerbare dieren bevat. En dat betekent dus dat je geen trekdieren had en geen dieren voor de melk en nou, voor alle mogelijke taken waar die dieren voor gebruikt zouden kunnen eh, worden. He, dus, u zegt natuurlijk nog, ja had je dan niet de lama in, in Zuid-Amerika? Ja, je had wel de lama. Die is wel als lasdier te gebruiken, maar die is bijvoorbeeld niet als rijdier te gebruiken. He, dan moet u maar Kuifje in eh, en, en de Zonnetempel lezen, dan ziet u direct he, wat er mis is met de lama. En ik weet niet of u wel eens een documentaire hebt gezien over een nichtje van de lama. Eh, namelijk de alpaca. Nou, een grotere zenuweleier is er eigenlijk in het dierenrijk niet te vinden. Dat is verschrikkelijk gewoon. Hè. Dan hoef je me zo te doen. En ze gaan met z'n honderden springen in het trafijn, bij wijze van spreken. Je ziet direct dat die beesten totaal ongeschikt zijn om eh, gedomesticeerd te worden. Als u natuurlijk een beetje oplette, dan zou u zich wel afvragen: dan kon de bison dan niet gedomesticeerd worden? Hè? En dan zou ik al, al, dat, zijn, dat zijn vragen die Jared Diamond overslaat. Hij heeft wel enkele observaties over die grote dierenwereld in Afrika. Eh, daar spelen wat andere factoren een rol, onder andere tropische parasieten, waardoor grote gebieden eigenlijk voor mensen slecht bewoonbaar waren. Maar bijvoorbeeld, de zebra schijnt slecht te domesticeren te zijn. Kennelijk heb je dieren die goed te domesticeren zijn, en dieren waar dat niet zo is. Ik zal maar zeggen, de Indianen in Midden-Amerika, die hadden eh, voor, de, voor, de, voor het vlees hielden die honden. Ja, dat zet geen zoden aan de dijk. En de Inca's hielden voor het vlees Chinese biggetjes. Nog, als u een documentaire ziet over die Kwetswa-indianen daar in dat hoge berg, zult u zien dat ze een hele tientallen Chinese biggetjes in hun, in hun woning hebben rondlopen. He, zodat je eigenlijk een een soort, soort wandelende voorraad eh, eh, biefstukjes eh, aan, aan boord hebt. Je hoeft er maar één te pakken en knal. Hè? Ja, dat zegt weer wat gemeen en zo. Leuke beestjes. Hè? Maar ja, als onze voorouders dat voortdurend gedacht hadden, wat gemeen, leuke beestjes, dan hadden we hier helemaal niet gezeten. Hè? Dat is wel zo klaar als een klontje. Dus dat, zijn, dat is eigenlijk, en daar komen we aan, een heel interessant punt. Een conceptueel probleem wat ik eigenlijk nog helemaal niet behandeld heb. Hoe dat eigenlijk het interessantste, de interessante invalshoek die Jared Diamond biedt. En in mijn idee eigenlijk misschien wel de interessantste invalshoek als je kijkt naar die Big History. En wat homo sapiens op deze planeet is overkomen. En u zou wat van die boeken daarover lezen zou u heel snel zien, veel van die Big History boeken die zijn nogal politiek correct. Dus die zeggen ja, die, die mensheid dat is altijd one connected family geweest. En dat is tot op zekere hoogte wel waar. He, want ik heb u al gezegd, genetisch lijken we allemaal sprekend op elkaar. Maar het is natuurlijk in een heel interessant opzicht juist niet waar. Namelijk aan het eind van die laatste ijstijd. Overigens, mocht u zich zorgen maken over het opwarmen van het klimaat. Die ijstijden vertonen een ijzeren periodiciteit en over enkele duizenden jaren begint de nieuwe ijstijd. He, dus als u even tijd van leven heeft, dan uh, moet u zich voorstellen he, dat u, dat u, uh, ja, nou ja, dat er een goede kans is dat, dat, je, dat je, nou lijden zullen ze net niet halen als gezien de vorige ervaringen met deze toestand, maar zo ter hoogte van Utrecht moet u zich voorstellen dat ze enorme gletsjertongen bevinden. He. Heel Friesland onder gletsjereis verdwenen. Wat een toestand. Heel Scandinavië onder gletsjerijs verdwenen. En toch zal dat gaan gebeuren. En de kans dat we daar iets aan kunnen doen. die is niet zo verschrikkelijk groot. He? Al is het ook natuurlijk een hele leuke uitdaging. He? Zo, zo zie ik het eigenlijk maar. Ja, we doen altijd zo dramatisch over alles. He? Terwijl, goh, we hebben het veel te makkelijk in allerlei opzichten. He? Dus wat doen we aan een nieuwe ijstijd? Wat doen we aan de opwarming? Ik vind het eigenlijk wel. Uh, ja, curieus. Ja. Ja, wat dat betreft. Jammer dat ik niet geen gelovig mens ben. Want ik zou graag hebben. Dat je in de hemel dan. Door, door een snelle internetverbinding. Eh, dat je het wereldgebeuren nog een beetje zou kunnen blijven volgen. In de... Ja, je moet er niet aan denken. Dat, dat die hemel zo is. Als de gelovigen denken dat die is. Hè? Heeft u dat? Gezegd, hè? Dat, je, dat je de hele dag religieuze zang. <laughs> u moet zich voorstellen dat je. Dat je oneindig lang, want dat is de eeuwigheid. Oneindig lang een eo jongere dag zo, zo moet u zich het voorstellen. He? Nou, ik wil wedden dat u, dat u al spontaan vanavond uit uitzondigen zult gaan in de hoop dat u maar beneden terecht zult komen. He? Al weet ik niet wat ze daar precies uitspoken. Maar dat, dat is ja, een dramatische perspectief kan ik mijzelf eigenlijk niet voorstellen. He? Dus je. Ja, zondag, hè? zondag zoveel mogelijk. Daar komt het tijd in grote trein. Ja, dus die boeken zijn allemaal een beetje politiek correct. One great connected family of men, zal ik maar zeggen. De ouderen onder u herinneren zich dat, dat epochmakend boek nog van de jaren 50. Uh, maar dat is eigenlijk niet zo. Want door, dat, door het einde van de laatste ijstijd begint die zeespiegel als een scheet te stijgen. En als gevolg van die scherpe stijging van de zeespiegel raakt dus een hele reeks van menselijke populaties. Die raakt geïsoleerd, althans van het, van het hoofdcontinent van Eurasie. En dat zijn natuurlijk die mensen in Noord- en Zuid-Amerika. Dat zijn de mensen in Nieuw-Guinea. Dat zijn de mensen in Australië. En dat zijn de mensen in Tasmanië. Waarbij Tasmanië wel door een, door een enorm noodlot werd getroffen. in die zin dat Tasmanië natuurlijk ook nog eh, loskwam van, van Australië. van dat kleine, droge, eh, akelige continentje, zal ik nou maar even zeggen. En, en wat natuurlijk enorm interessant is voor de historicus. is om te kijken hoe die verschillende gemeenschappen. die dus ongeveer 10.000 jaar geleden van elkaar geïsoleerd raakten. hoe die zich verschillend ontwikkeld hebben. Want dan kun je alle mogelijke hoogst interessante conclusies uittrekken. De treurigste ontwikkeling is wel die van de Tasmaniërs. Dat is eigenlijk een hele wonderlijke conclusie. Er waren waarschijnlijk oorspronkelijk ongeveer 4000 Tasmaniërs. Dat waren lui die, die met die grote migratie uit Oost-Afrika van 40.000 jaar geleden waren meegekomen. Dat waren lui die voorzien waren van allerlei moderne jachtuitrusting, die aanzienlijke maritieme mogelijkheden hadden. En nu is het wonderlijke dat die bevolking van Tasmanië. Een soort ingrijpende regressie doormaakt. He, dus die heeft allerlei technologieën weer verloren. De maritieme technologieën verloren. Die zijn opgehouden met vissen. Nou, dat, dat is gek. He? Als er één manier is om een gratis eiwit te komen, dan is het uh, vissen. He? Ja, wij overdrijven het een beetje, maar, maar daar zijn ze zij mee opgehouden. He, ze kenden de boemerang, die hebben ze afgedankt. Een volstrekt onbegrijpelijke zaak. En toen de, de Westelingen naar Tasmanië kwamen, ja, was dat zo'n beetje de primitiefste bevolking op aarde. En die hebben wij gejaagd alsof het dieren waren. En de laatste Tasmaniërs is overleden in de jaren 80 van de 19e eeuw. Ze hebben dat, die confrontatie hebben ze niet overleefd met het Westen. Een tal van andere populaties hebben het, zoals u weet, nauwelijks overleefd. Wij zijn geen, wij zijn geen lieve lui. Ja, ik wou zeggen lieve jongens, maar dat is natuurlijk een beetje discriminatoren om dat zo te formuleren. Dat betekent dus dat regressie ook mogelijk is. En er zit iets in, in de veronderstelling dat hoe meer mensen je bij elkaar hebt, hoe creatiever ze zijn. Wat ook wel voor de hand liggend is natuurlijk. Want u weet zelf uit dagelijkse ondervinding dat de meeste mensen zijn huilskuikens. Ja, dat ik dat zo makkelijk zeg, betekent dat ik u, omdat u vanavond hier bent komen luisteren, al niet als zodanig beschouw. Ja, hoe meer je er hebt, hoe meer je er ook, een, hoe groter de relatief zeldzame van de soort van de zeer intelligente, en, en die heb je nodig voor de creativiteit, en uit alles blijkt ook later in de menselijke geschiedenis, dat bijvoorbeeld stedelijke populaties creatiever waren dan, dan agrarische populaties. Dat, en in die zin, zou je haast zeggen, is, is het, het enorme toename van het aantal mensen op de planeet. Hè? Dat betekent ook onvermijdelijke wijze een enorme toename van het aantal intelligente mensen op de planeet. Al is dat een kleine minderheid. Die agrarische samenlevingen. Nou ja, die hebben duizenden jaren bestaan, en die rijken kwamen op, en die rijken raakten in verval. Dat ga ik niet allemaal in detail met u behandelen. Een agrarische samenleving heeft bepaalde inherente beperkingen. Maar tegelijkertijd biedt natuurlijk een agrarische samenleving een, de mogelijkheid om je, je technologische niveau enorm te verhogen. vergeleken met dat van de jagers en die verzamelaars. He, want een agrarische samenleving moet voorraden aanleggen. En die voorraden moeten beheerd worden. En die agrarische samenleving is sedentair, dus dat betekent dat je je gemeenschap moet verdedigen tegen mogelijk jagers, verzamelaars die uit de bergen komen zetten om je de boel af te pakken. Uh, jagers, verzamelaars hebben een kalender nodig, die zijn afhankelijk van de weersontwikkeling. Voordat je pap hebt gezegd is er een priester verschenen die zegt van nou ja, als je mij uh, een aanzienlijk inkomen verschaft dan zorg ik dat morgen de zon opkomt. <laughs> Ja, ze wisten toen helemaal niet zeker of dat ook wel zo zou zijn. Dus u moet zich voorstellen hoe wat een vorderingen wij gemaakt hebben. Want u gaat er eigenlijk vanzelfsprekend vanuit dat morgen de zon opkomt. U zou raar op uw neus kijken als het niet gebeurde. Als u even denkt aan deze noodzakelijke behoefte van een sedentaire agrarische samenleving, zult u direct zien dat het voor de hand liggend is dat zo'n dergelijke samenleving een schriftsysteem uitvindt. Want voor het voorraadbeheer hè, moet je een soort systeem hebben om te schrijven. hoeveel van Piet is en hoeveel van Jan. en hoeveel je bewaard hebt. En u begrijpt wel hoe dat gaat. Eerst teken je, niet waar, een, een geit of een schaap teken je. En, en als Jan er drie heeft, doe je drie streepjes erachter. En als het een geit is, dan probeer je dat iets anders te doen. Iets levendiger zal ik maar zeggen, de tekening. En dan zet je vier streepjes aan. enzovoort, enzovoort. En. Nou ja, Je hoeft geen genie te zijn om. He, dat is, daar ontstaat heel makkelijk een ideografisch schrift uit. Uh, uh, ja, want het, het woord geit. Dat, dat kan je in alle andere begrippen ook gebruiken. Dat kan weer geitenneuker worden. En uh, dan, maak je, dan gebruik je dat element. en dan doe je er iets, voeg je er iets aan toe. Daar kun je ook weer verschillende streepjes achter zetten. Uh, ja, hangt er vanaf hoeveel natuurlijk. Uh, dus dat, daar ontwikkelt zich het schrift. En nu is het interessante dat. Er zijn een aantal dingen. Ik had u gezegd, er zijn verschillende menselijke populaties. En nu is het interessante dat eigenlijk de agrarische revolutie zich op een reeks van verschillende plekken onafhankelijk van elkaar heeft voltrokken. Eerst dus in die vruchtbare halve maan. Vrij kort daarna in China, in Egypte. Uh, nou ja, of dat onafhankelijk is, dat kun je eigenlijk niet zeggen. Maar ook in, in Midden- en Zuid-Amerika hebben zich onafhankelijk van die ontwikkeling in Eurasië ook agrarische revoluties voltrokken. En misschien ook wel dat ze in die hooglanden van Nieuw-Guinea ook een soort eigen tuinbouwachtig systeem hebben uitgedacht. Er zijn overigens ook menselijke populaties die die stap nooit gezet hebben. En de Australische aboriginals zijn jagers, verzamelaars gebleven tot, tot Abel Tasman verscheen, of, of wie er ook voor als eerste daar aan land ging. He, dus u ziet dat het op verschillende plekken spontaan tot stand komt. Als het nooit gebeurd was in de, in de vruchtbare halve maan, was het met zekerheid ergens anders gebeurd. En sommige agrarische systemen waren zelfs veel efficiënter dan wat er in de agrarische halve maan gebeurde. Neem China. He, want u heeft al die tijd zitten denken: hoe koopt het toch dat er zoveel Chinezen zijn? Dat ligt aan het feit dat ze een wat ander gewas als basisgewas hebben gebruikt, namelijk rijst. En als je rijst, dat is een zeer arbeidsintensief gewas, maar dat is het aardige van de rijst. Als je dat goed doet, dan kun je ook een enorm aantal mensen ermee in leven houden. Het ligt enigszins voor de hand, deze koppeling, maar. Hè, want ja, als het laatste niet het geval was, was het al heel gauw afgelopen. Maar. Hè, dus vandaar dat er. Dat is relatief. Alles is relatief. zijn er altijd heel veel Chinezen geweest. Hè. Dus ook toen er nog betrekkelijk weinig Europeanen waren, waren er al naar verhouding heel erg veel Chinezen. En dat hangt samen met dat enorm efficiënt producerende gewas. Waarbij die Chinezen bovendien ook qua, qua gewasontwikkeling al in een vrij vroeg stadium allerlei nieuwe varianten wisten. Het schrift is vervolgens ook op een reeks van verschillende plaatsen spontaan uitgevonden. He, dat begint in Sumerie, he, dus het huidige, het huidige Irak, ja. Er zijn maar weinig landen, dames en heren, waarmee het zo droevig is afgelopen als met de bakermat van, van uh, de, de, de moderne, of de nou ja, waarom niet moderne, de moderne menselijke stedelijke beschaving. Hè, de stad Oerhoek had uh, 5000 jaar geleden 50.000 inwoners. En had fraaie pleinen en, en ziggurats en daar hadden ze een complex irrigatiesysteem en er was een verdedigingssysteem en, nou kortom, u zou daar kunnen rondlopen en er iets van herkennen. En kijk eens wat de toestand vandaag is. Hè, die is van een onbeschrijfelijke droevigheid. Overigens, die, die, dat Sumerië, dat was niet één rijk, maar dat waren verschillende stadsstaten. En ik moet er even bij vertellen dat die niets anders gedaan hebben dan, ik geloof, 2000 jaar onder elkaar ruzie gemaakt. Dus nou, als ruzie, oorlogvoering, is, is, kan ook vrij stimulerende effecten hebben. Dat moet er wel bijgezegd worden. Uh, dus dat, uh, dat schrift is ook op meerdere plekken uitgevonden. Eerst door de Sumeriërs, dus, dat is het bekende spijkerschrift. Vervolgens kort daarna door de Chinezen. Uh, op hetzelfde moment ongeveer door de Egyptenaren. Maar de Olmecs hebben in Centraal-Amerika ook op eigen kracht het schrift uitgevonden. Wat, wat, wat primitiever, maar desalniettemin, de ze hebben op eigen kracht het schrift uitgevonden. Interessant is om te weten dat de Inca's bijvoorbeeld hebben nooit het schrift uitgevonden. Die hadden een wonderlijk systeem met touwtjes waarin knopen werden gelegd. Dat heette een kwipoe. Ja, ik weet niet of ik het juist uitspreek. Dat, dat, ik, misschien is er iemand hier in de zaal die kwetsbaar spreekt, maar dat zal haast wel niet. Eh. Die hadden een kwipoe. En dat, u kunt zich wel voorstellen dat je met een, ja, met een heleboel touwtjes waar je op verschillende plekken knoopjes in legt. dat je daar ook een heel behoorlijk. Ja, zo'n beetje is diezelfde knoop die u in de zakdoek legt. Hè? Maar u moest zich dan voorstellen een heleboel dunne zakdoekjes bij elkaar eigenlijk. En wie weet zou zich dat tot een uiteindelijk tot een ander schrift hebben, een soort van schrift hebben ontwikkeld eh, als de Spanjaarden niet ter plekke waren verschenen. Maar het is een, het, althans ik vind het een aantrekkelijke en stimulerende gedachte, hè, dat die eerste grote revolutie, namelijk die agrarische revolutie, dat die zich onafhankelijk van elkaar op meerdere plekken heeft voltrokken. En dat de technologie die onverbrekelijk verbonden is met die agrarische revolutie, dat die zich... In feite ook op die plekken ongeveer in dezelfde mate heeft, is ontwikkeld. Al moet gezegd worden, de technologie in, in uh, Latijns en Zuid-Amerika was wel aanzienlijk op, stond op een lager niveau dan die van Eurasie. Het, het, het meest bekende voorbeeld is dat van het wiel. De Maya's kenden het wiel, maar alleen bij kinderspeelgoed. Dus ze hebben het nooit toegepast op karren. Nou, dit kunnen we allemaal eigenlijk. Hè? Dus die agrarische samenleving, die hebben zich zo verder ontwikkeld. Daar zit wel een zekere technologische ontwikkeling in. Daar zit natuurlijk ook een hele specifieke limiet aan. Hè? Dat, dat je kunt maar zoveel mensen in leven houden met een maximale agrarisch gebruik van het areaal. En de volgende stap moet onvermijdelijkerwijs zijn dat je fossiele energie gebruikt... Ja, of zonne-energie direct gebruikt, maar zo, zo ver waren ze nog niet technisch, dat je fossiele energie gebruikt om in feite het energieniveau van je samenleving op te tillen. En dan voelt u wel welke kant dat op gaat, dat is onvermijdelijkerwijs de industriële revolutie. Ik sprak daar straks al van die, van, die, uh, van die buitenaardse wezens die ons even kwamen bezoeken, en die zo onder de indruk waren van de eencelligen, en waarschijnlijk daarna gewoon weer zouden zijn vertrokken. Misschien met medeneming van enkele eencelligen. Ja, waarom ze de mens mee zouden nemen en waarom ze die dan zouden gaan opereren in de ruimte. Ja, en dat ik ook nooit begrijp waarom alleen Amerikanen meegenomen worden en geopereerd worden. Begrijpt u dat? Nooit hoor je van een Belg die wordt meegenomen en geopereerd. Nog nooit van gehoord. Terwijl ik bij Larry King minstens al wel vier personen heb gezien... Die waren meegenomen en geopereerd in de ruimte. Uh, maar ik was al zo ver bij die. Ik, ik had de, he, Wil je een niveau hoger? Dan zul je op een, dan zul je die energie dus op een andere manier moeten zien te winnen dan je hebt gedaan door uh, schapen te kweken of gerst of tarwe te verbouwen. Dat zal duidelijk zijn. En als dus die buitenlandse, die buitenaardse waarnemer. Als je die nou naar de aarde was gekomen, zeg eens wat, in het jaar duizend, en je had hem gevraagd waar denk jij nou dat die, dat die, dat die volgende fase in, in de ontwikkeling zal gaan plaatsgrijpen, dan zou die met absolute zekerheid hebben gezegd in China. He, want als je kijkt naar de technologische voorsprong die China had genomen omstreeks het jaar duizend, dat is echt zeer indrukwekkend. Eigenlijk in die hele periode 1400 is het eigenlijk een raadsel dat het niet gebeurt in China. Ze produceerden op grote schaal ze ijzer. 100.000 ton per jaar. Ze hadden een sterk gemechaniseerde textielindustrie. Ze hadden het buskruit uitgevonden. Ze hadden het drukken uitgevonden. De, de Koreanen hadden het drukken met een losse letter uitgevonden. Dat hebben de Chinezen overgenomen. U denkt natuurlijk dat Gutenberg het heeft uitgevonden. Nou nee, u denkt waarschijnlijk nog de ouder onder u, Laurens Jansson, koster. Die kunnen ze rustig opruimen in Haarlem. Want ik kan u één ding verzekeren. Wel de laatste persoon zo'n beetje die op het idee is gekomen was Laurens Janszoon Koster. Ja, dat is een hele rare afwijking. Waar je aan ziet hoe etnocentrisch wij in dit soort op zich denken. En nou, ik zal u daar een praktisch voorbeeld van geven waar de laatste tijd veel over geschreven is. Waar de Chinese overheid ook veel aandacht aan heeft besteed in de vroege 15e eeuw heeft de Chinese keizer een enorme vloot uitgerust met eh, enkele tientallen reusachtige schepen, waarvan de grootste maal zo groot waren als het grootste schip van Columbus. En met die vloot, die schepen die hadden, eh, eh, hoe heet dat, eh, eh, van, die, van die speciale schotten, hè, waardoor als ze lek stoten, dat ze niet helemaal hoe moet je dat zeggen, waterdichte schotten is het juiste woord eh, wat ik zocht, dank u wel. En ze hadden tankers bij zich, ze hadden 40.000 soldaten bij zich. En met die enorme vloot koersten zij door de ganse Indische Oceaan. Onder leiding van een uinig van de keizer. Je schrijft het Zeng-he, maar ik heb me laten vertellen, je moet zeggen Gung-ge. Ja, dus ik weet niet wat u liever heeft dat ik Gung-ge zeg of dat ik Zeng-he zeg. En nou ja, die hebben de hele Indische Oceaan verkend. En die hebben zelfs een giraf meegenomen uit Oost-Afrika. Maar nadat dat enkele malen gebeurd was, uh, zei die keizer, nou ja, ik vind dat toch een vrij omvangrijke uitgave voor een giraf, dus uh, <laughs> ik stop er weer mee. Ja, zei hij, als ik het, het zal ongetwijfeld een enigszins simpel citaat zijn, we hebben alles al. He, dus, en en nou, nou voor die giraf, daar hoeft het niet zo voor. En zo hebben ze die reis in ongeveer 1430 hebben ze dat stopgezet. Ze zijn ermee opgehouden. Maar stel je eens voor dat ze met die schep dan waren ze eerder in Latijns-Amerika geweest dan wij er waren geweest. Dan waren die Tasmaniërs ontdekt door de Chinezen. Stel je voor dat ze rond Kaap de Goede Hoop waren gezeild, wat zeer wel mogelijk was. Dit waren, want u denkt, ja, zo'n jonkzeil, dat is allemaal rare boel. Terwijl die zeilen van ons, dat is pas wat. Nee, jonkzeilen zijn extreem efficiënt. Ik begreep zelfs efficiënter dan ons type van zeil. Want die Chinezen waren. Dat hoop ik u duidelijk te hebben gemaakt, niet op hun bolle hoofd gevallen. Ja, dat, dan had de wereldgeschiedenis misschien een hele andere wending genomen, wie zal het zeggen. Maar het gekke is, die Chinezen stoppen ermee, vonden dat ze alles al hadden. En Europa heeft eigenlijk zo tussen 1000 en 1500 eh, die hele technologische achterstand ingehaald. die het had opgelopen op China. En omstreeks 1500, dat weet u ook, zijn de Europeanen begonnen aan hun ontdekkingsreizen. Was dat nu omdat ze, net als Richard Attenborough, ook enorm nieuwsgierig waren naar hoe de wereld in elkaar zat? Nou, het hoofddoel van de ontdekkingsreiziger was, was puur commercieel en had eigenlijk een vrij simpele oorzaak. Namelijk, er was traditioneel een zeer levendig handelsverkeer tussen China aan de ene kant en Europa aan de andere kant. Onder andere onderhouden door de Venetianen. Denkt u aan uw jeugdvriend Marco Polo. We wisten ook heel goed hoe het daartoe ging en omgekeerd. Eh, maar daar was als het ware een partij tussen geschoven. En dat was, dat was de islam. Hè, die na 700 natuurlijk aan een, aan een eeuwenlange expansie begint. En die er feite voor zorgde dat er een soort buffer kwam. tussen aan de ene kant Oost-Azië en aan de andere kant West-Europa. En eigenlijk om zelf handel te drijven met Oost-Azië zijn onze ontdekkingsreizen begonnen. Want u weet, Columbus was op weg naar China. Ja. Dat hij naar toevallig in Amerika terecht kwam lag aan een geringe cartografische kennis die wij op dat moment er hadden. Maar hij was op weg naar China. En denkt u aan die Portugezen, Vasco da Gama, dat voltrekt zich al, Columbus 1492, Vasco da Gama 1498. En die Europeanen hadden één geniaal idee gehad. En dat was om op een zeilschip kanonnen te zetten. Want het gekke is, de Chinezen hebben het buskruid uitgevonden, maar daar werkelijk iets mee gedaan, dat hebben de Europeanen. Want de Chinezen hadden enorm sterke neiging om buskruid nou ja, voor het vuurwerk te gebruiken. Ze hadden wel wat kanonnen gemaakt, maar eigenlijk vrij lullige kanonnetjes, om het maar even zo te formuleren. Het was de, terwijl in Europa zie je door die voortdurende strijd dat die, dat die technologie van die kanonnen zich eigenlijk in een zeer rap tempo ontwikkelt. Vandaar dat lumineuze idee om in feite een zeilschip te veranderen in een soort van zeilend artillerieplatform. Want daar hadden ze toen Vasco da Gama eenmaal daar verscheen. Ik geloof in een van die allereerste Indische havens waar hij verscheen. Nou ja, daar meldde hij zich en hij zei dat hij een doos kralen aan boord had. En dat hij wel uh, specerijen wilde hebben, want daar ging het meestal om. Waarop die Indiërs zeiden dat ze er helemaal geen boodschap aan hadden. Dat ze zelf ook kralen hadden en dat, <laughs> hoefde, dat hoefde helemaal niet zo. Waarop Vasco da Gama zei, dan schiet ik de hele boel in elkaar. En dat heeft hij gedaan. Ja. ja, want wij waren ook, ook hier moet gezegd worden dat de, zeg maar de commerciële penetratie van de Oost-Aziatische markten door de Europeanen. Dat was nogal een vrij gewelddadig proces. Want u denkt misschien dat ze daar allemaal vredig op een reet zaten en onder elkaar in handel dreven. Nee, dat was een hoogst moderne, sterk, ontwikkelde economie met een complex onderling handelsverkeer. Wij hebben ons daar letterlijk moeten inschieten, om het zo maar te zeggen. En dat hebben we ook gedaan. Ook de Inca's waren verbijsterd over de onbeschrijfelijke onbetrouwbaarheid en vreedheid van de Spanjaarden. He, het is in dat opzicht zijn wij een, nou ja, een, een betrekkelijk onaangename en gewelddadige cultuur. Als gevolg van die, uh, van die ontdekking van uh, Noord- en Zuid-Amerika, natuurlijk ook van de, van de handel op het, op het Verre Oosten, maar ook van de intensieve handel in Europa zelf, die intensiveerde. Niet waar is er sprake van een, een snelle, sterke economische expansie in de, in de 16e en in de 17e eeuw? U denkt maar aan de Nederlandse Republiek natuurlijk. Denk aan Leiden, wat in de 17e eeuw nog een succesvolle textiel producerende stad was. Wat overigens al in de 18e eeuw in de versukkeling is geraakt. En zoals u weet, heeft zich dat niet hersteld sinds die tijd. Ja, kan nooit laten dat even te zeggen. Er sprake van een zeer vroeg verval in Leiden. Dat... En hoe zijn we nu aan die industriële revolutie gekomen? Die, van... die Chinezen hadden het dus niet gedaan. Die hadden er steeds tegenaan gezeten. Die, die wisten bijvoorbeeld wat, je, hoe je, wat atmosferische druk was en dat je die zou kunnen gebruiken. Dat wisten ze allemaal wel. Dat wisten ze trouwens in de klassieke oudheid al. En dan hebben ze allerlei rare stoomfluitjes ge geconstrueerd en zo. Maar ze, waren nooit, ze hadden nooit die laatste stap gezet. En die laatste stap is gezet in Engeland in, in de late 17e eeuw, want daar heeft een meneer Savory, die heeft een zeer primitieve stoommachine geconstrueerd. En de interessante vraag is waarom heeft hij dat gedaan? Wat, wat, wat voor nut dachten ze? Dat heeft hij gedaan, die stoommachine die werd gebruikt om water uit kolenmijnen te pompen. En dat was noodzakelijk geworden omdat de vraag naar kolen was in de hele loop van de 17e eeuw was die sterk toegenomen. En dat lag voornamelijk aan het feit dat er, dat er een enorm houttekort was ontstaan in Engeland. He, ze hadden dus een beetje al het hout wat er op het eiland stond hadden ze omgehakt. En ja, dan zit je met een probleem. He, dat is overigens een klassiek probleem wat zich in alle agrarische samenlevingen voordoet. Die hebben allemaal de neiging om de hele boel in de omgeving om te hakken met vaak hele ongelukkige ecologische effecten. Ik eh, kijk nog even naar uh, Collapse, tweede boek van Jared Diamond. Eh, waarin die heel aarde beschrijft hoe de Maya's aan hun, eh, aan hun eind gekomen zijn als gevolg van een ecologische eh, ineenstorting. Dat, heeft zich over, dat was een heel lokaal verschijnsel. Diamond heeft een beetje zo'n politiek correct idee dat dat met de hele planeet zou kunnen gaan gebeuren. Nou ja, en dan zitten we dan dus met de gebakken peren. Dat weet ik nog niet zo net of dat gaat gebeuren. Dan misschien na mijn tijd. Dus als gevolg van houttekort was er een... Grotere noodzakelijkheid om die steenkolenvoorraden te exploiteren, dat gebeurde al even, als u dacht dat dat een nieuw ideetje was. Nee, dat was niet zo. Sinds de 13e eeuw gebruikte de Engelse kolen als brandstof, trouwens de Chinezen ook, alleen hebben die die laatste stap nooit gezet. En nu werd er, was er dus een, een intensievere exploitatie nodig, dat is punt 1. Die mijnen liepen alsmaar onder water. En daarom heeft die Severy een stoommachine gebouwd. Een heel primitieve, zeer energie-onzuinige stoommachine. Die eigenlijk alleen in die mijn kon functioneren. Want ja, daar had je de energie bij de hand. Maar die stoommachine is vervolgens door meneer Newcomen is die verbeterd. Nog steeds groot, zwaar, log, inefficiënt. Maar in de loop van de 18e eeuw heeft uh, James Watt. Die u ongetwijfeld wel bekend zal zijn. Die heeft die stoommachine zodanig verbeterd. Dat die een veel compacter was. Veel energie-efficiënter. En dat die zelfs zou kunnen worden gebruikt. In een bootje. In een, in een, in een, op een karretje. Uh, op een karretje misschien wat over rails liep. Rails kenden ze al lang. Want in, in die mijnen werd, werden de karretjes over rails geduwd. Dat idee hadden ze al veel eerder gehad. Uh, vaak zie je dat bij zo'n technologische revolutie. allerlei elementen zijn er al. En op een gegeven moment komen ineens al die elementen samen en die vormen de mogelijkheid om de volgende stap te zetten. En als je dan kijkt naar een eeuw later, we moeten een beetje tempo maken. Als je een eeuw later kijkt, 1800, dan zie je dat het energieverbruik van Engeland, maar nu gebruikmakend van kolen, al zo groot is dat ze in principe elk jaar het. Het hele beboste eiland hadden moeten omhakken om dezelfde energieverbruik mogelijk te maken. Terwijl er dan toch nog maar enkele duizenden stoommachines zijn. En dan is dus de stap gezet. Ondertussen is ook de textielindustrie gemechaniseerd, overigens eerst met waterkracht, pas in een later stadium met behulp van stoomkracht. Maar nu is in feite de stap gezet die het mogelijk maakt om een heel nieuw type van samenleving in te richten die gebruik maakt van fossiele energie. Want na kolen hebben we allerlei andere vormen van fossiele energie, eh, zijn we gaan gebruiken. Het zal u duidelijk zijn, als één iemand het voorbeeld heeft gegeven. En Engeland had dat gedaan, was het zeer voor de hand leren om voor anderen om te zeggen. Nou ja, waarom zouden wij dat niet kunnen doen? Overigens is het eigenlijk betrekkelijk tragisch. Commercieel gezien. Eh, als je kijkt naar de moderniteit van de economie, was de Nederlandse Republiek eh, omstreeks 1700 verreweg het modernste land ter wereld. Maar zoals u weet, bij ons heeft ze geen industriële revolutie voltrokken. En dat kwam natuurlijk omdat wij wel een fossiele brandstof gebruikten, en zelfs op zeer grote schaal, maar wij gebruikten turf. En turf is, daar heb je niet veel aan voor een industriële revolutie, omdat de temperaturen die met turf kunnen worden bereikt, die zijn betrekkelijk laag. Dus je hebt nodig steenkool. Later leerden ze ook kooks uit steenkool maken. Dat is heel nuttig als je, als je ijzer produceert. En je hebt natuurlijk ijzer nodig. En liefst steenkool en ijzer op dezelfde plek. Je ziet dat alle vroege industriële revoluties doen zich voor op plekken waar steenkool en ijzer gezamenlijk voorkomen. Maar goed, als Engeland het eenmaal gedaan heeft, nou ja, wie is de volgende? België. Hè? In het huidige Wallonië, een van de achterlijkste gebieden van Europa... He, was in, u gelooft het niet, in 1825 verreweg het modernste gebied van Europa. Dat is de bekende achterstand als gevolg van een vroegere voorsprong. He, dat, daar moet je enorm mee uitkijken. Dat je, je hebt een voorsprong en dan prijs je jezelf gelukkig. En voordat je pap gezegd hebt, blijkt dat in een, in een hopeloze achterstand veranderd te zijn. En toen, nou ik ga nu even met hele rappe schreden erheen. doorheen. De Duitsers hebben ook hun eigen unieke bijdrage geleverd aan. U moet zich voorstellen dat al die Engelse uitvindingen in die textielindustrie, die stoommachines. dat waren allemaal een soort knutselende fietsenmakers. Lui die in, in een loodje achter het huis een beetje zaten te klooien. En hoe, hoe zou dat kunnen? En dat was, ja, u kent dat wel, een soort mecano-achtig gedoe. Dan lag geen enkele vorm van wetenschappelijk inzicht lag daaraan ten grondslag. Hoewel sommige van die lui, bijvoorbeeld James Watt, wetenschappelijk heel behoorlijk op de hoogte was. En wat de Duitsers aan dit systeem hebben toegevoegd, is dat je de uitvindingen georganiseerd zou kunnen organiseren. De Duitsers hebben een soort fusie tot stand gebracht tussen het industrialisatieproces aan de ene kant en georganiseerd wetenschappelijk onderzoek aan de andere kant. Je ziet vanaf de late 19e eeuw dat grote bedrijven zeer omvangrijke researchafdelingen stichten die in, in no-time alle mogelijke, hoogst interessante uitvindingen doen, variërend van het aspirintje tot het gifgas. Ja, dat ligt betrekkelijk dicht bij elkaar. En nou laat ik het afsluiten met een passende, afrondende observatie. Want als wij kijken naar de toestand in 1800, toen, toen de Engelsen dus eigenlijk de beslissende stap al hadden gezet, en je zou je hebben afgevraagd wat was in 1800 de grootste economie ter wereld, dan begrijpt u eigenlijk al uit het voorgaande wie dat was, of wie dat waren. Dat waren de Chinezen. Want weliswaar hadden ze nog geen, geen stoommachines, maar ze waren met zulke verbazingwekkend grote aantallen. En hadden zo'n modern functionerende economie, dat die Chinese economie eigenlijk nog steeds de grootste ter wereld was. En op het moment dat de Chinezen weer de grootste economie ter wereld zullen hebben, hebben we een soort passende cirkel beschreven. Het heeft dus dan ongeveer 200. 30, ik denk dat Engeland China voorbij gegaan is zo ergens in 1840 ongeveer. Dus dan, nou ja, ik denk 2040, dat zal het ongeveer wezen. Het heeft de Chinezen precies 200 jaar gekost om weer terug te komen als number one op het wereldtoneel.